Hij gaat er zelf al in. Als hij nou open gaat, nu die ene. Nee, hij loopt net weg, joh. Ja, hij is neer. Ja, ja. Yo, dit is echt easy. Wat slaat dit op? Hij komt al. Hij is al hier, joh. Nee, hij komt niet naar mij. Of niet? Ja, hij komt weer weg. Hij gaat weer weg. Nee, ja, hij is eruit. Hij springt eruit. Hoe kan dat? Ja, we moeten hem nu toch hebben een keer? Mijn ding is kapot! Ja. Oh, waar is hij? Waar is hij? Ik heb net een beginnetje gemaakt alvast. Nou, ik heb al een heel stuk gedaan. Ja, ik heb ook al een hele muur. Er wordt zomaar de buiten. Grote poort maken. Ja. Ga ik ook doen. Ik ook even binnenkort. Aan de voorkant doe ik zeg maar zo'n grote poort. Aan die kant. En dan aan de zijkant doe ik allebei zo'n kleintje. En dan achterin mijn beest, daar doe ik gewoon mijn huis. Nou, je zal het wel zien als ik huis en, ja, ik heb mijn huis aan het water gemaakt. Ja, ik heb hier weinig water beneden. Maar dit is heel groot oppervlakte hier. Hier kan ik echt gewoon mijn gang gaan. heb een lekker huisje, jongen, straks. Hoi. Oh, wow! Hij wordt helemaal stil, joh. Waarom ben je dat aan het doen? Hij wordt helemaal stil. Ik moet dat voor jou nou doen. Je bent echt jaloers straks, joh. Ook jaloers. Jaloers. Morgen. Zoals Meeuwis, die is echt helemaal gek, joh. Weet je wat misschien wel een goed idee, Nathan, is? Weet je wel eigenlijk wel een eerlijk nieuw vindt? Dat eigenlijk een van ons die Doederik mag. Ja, dat sowieso, want Melvin is team verder. Nee, want weet je wel, jij mag die kip sowieso, want die kunnen we toch niet meenemen. Wie? Nee, dat één, jij of ik een Doederik krijg. Ja, want ik kan die kip niet pakken, joh. En die trein ben ik al kwijt, dus ik ben echt alles kwijt. Ja, ik ook. Ik ook. Ik heb alleen Peter van de 8 tafel, dus eigenlijk moeten wij... En die Ankilo hebben we ook dan nog, maar die kunnen we wel tillen. Ja, maar nu kunnen we allebei gewoon alle drie. Ja. Goh, dat is eigenlijk wel een goeie, ja. En is het wel het verste weg, en hier is het heel weinig al die moeite heb gedaan om dat beestje te krijgen, dat vind ik wel weer jammer. Ja, maar dat komt gewoon omdat je doodging met je strijd, dus daar kunnen we niks aan doen. We hebben ook moeite gedaan, we hebben je moeten beschermen. Ja. Nou, ik was toch dood, dus ja. Ik heb trouwens geen bestje hier, hoor. Oh, wat ding is kapot. Ik heb heel veel gedropt. Hij is rustloos, hij is rustloos. Ik heb hier, ja. Hé, mijn ding, mijn trijk wordt aangevallen. Door een schorpioen. Mijn trijk is dood. Bewusteloos. Ja, mijn trijk is dood. Opeens een schorpioen. Ja, maar dat was toen bij die trijk. Dat was wel matig, dat moet ik wel zeggen. Dat was daarvoor. Er zit zo'n waterreservoir aan Melvin, zo'n waterding. Ja. Bro, die zit gewoon echt naast mijn berg, hè. Gewoon echt. Als je heel stukje naar beneden loopt, kan je een stukje. Iets naar beneden, ja. En aan de overkant heb je die pop. Daar kan je zo'n ding op zetten. Oh, dan kan ik echt, dat is dat chill. Ja, goed, kun je daar water uit pompen ook. En hoeveel van die hoge, large walls zetten jullie op zo'n hekfundering? Ik doe gewoon eentje. Of meerdere. Ja, doe ik denk ook. Want die is al tering groot en ik zit toch in hem. Ja, en weet je hoe tering duurt om te maken? Ja. Dat is wat je moet maken. Nee, mijn huis is toch wel iets groter geworden dan wat ik had verwacht. Ietsjes, Marvel. Er zit een stilvogel bij mij, die zitten er wel vaak. Oh, ik heb hem in één klap gewoon dood. Stilvogel. Hey, deze smederij mag je heel even gebruiken voor zo'n poort te maken. Liever niet. Maar mag op zich wel. Oké, dankjewel. Dat vind ik heel aardig. Kan ook in je achter tafels, hè. Kan ook in je achter tafels, maar ja. Oh ja! Yo, ben ik helemaal hierheen gevlogen? Terwijl je gewoon je achterhaals bij je had. Ja. Ja, ik kan in je achterhaals. Ja, dankjewel dat je het niet zegt. Ik wist het niet, sorry. Gewoon een kolossale versterkte deur, toch? Kolossale dinosauruspoort. Kolossaal stenen dinosauruspoort, ja. Hij komt perfect, uit. Mijn ding is helemaal klaar. Ik ben best wel blij dat ik zo'n andere ding heb gemaakt, zo'n kleine beest. Kijk, die heeft nu een fucking grote beest al. Maar ja, we gaan nu alweer weg. Ja, maar dan had ik tenminste wat te doen. Daar had ik dat gedaan. Daar was ik ook wel blij mee, dat ik nog een kleintje had gemaakt. Maar ik had juist, vond juist chill, dan kon ik lekker veel dingen doen. Dat kan echt zin in. Ik vind dat ze die pijpdingen en die... Gadverdamme. Kijk hier, nu moet ik knippen, nu. Dan gaan jullie mensen daar laten denken. Ja, maar het is ook gewoon vies wat je zegt, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Daar hou ik niet zo van zulke dingen. Sorry. Dat zijn gewoon van die buisdingen, van die buisjes. door een pijpinstallatie aangelegd hier, joh. Hey. Yo, jij bent echt een vieze. Wat? Begint hij weer over een pijpinstallatie. Ja. Ja, het is niet anders, sorry. Ja. Ik hou er niet zo van alleen. Dat natte gedoe. Ja, er gaat zeker heel veel vochtigheid doorheen. Ja, daarom. Maar je moet ook een beetje vochtig blijven in het leven, want anders... Als dat helemaal fout. Het is ook iets te vochtig worden als je alleen maar pijpleidingen hebt. Ja, dat moet niet. Heel vochtig hou ik ook niet zo van. Maar kan je die dingen ook... Ja, dat kan denk ik niet, hè. Dat is wel jammer, dat je ze niet kan... verstoppen, weet je wel. Je ziet ze echt zitten de hele tijd. Ja, ja weet ik. Dat is wel met zo'n mok. Maar ik vind het ook lelijk dat je allemaal van die rare hoeken hebt, weet je wel. Ja, weet ik. Maar prima. Ik heb water.